afgelopen jaren zijn er veel huur- en koopwoningen in Tilburg bijgebouwd. Daar zijn we als VVD zeer trots op. We zeggen als VVD ook altijd een beetje gekscherend, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. En om te laten zien dat we dat ook echt doen, nemen we jullie vandaag mee langs drie verschillende projecten die bezig zijn in Tilburg. We staan hier nu voor de Oestgeeststraat, een project in de Reeshof, waar vooral wordt ingezet op sociale woningbouw. We zetten dus in op bouwen, bouwen, bouwen. En dat blijkt ook uit de cijfers. In Tilburg hebben we 1150 bouwvergunningen afgegeven in het afgelopen jaar. En dat is veel meer dan onze andere steden in Brabant. En daarmee zijn we dus een koploper. En nu zijn we hier bij het Zuiderpark en zijn ze bezig met de bouw van 200 nieuwe bouwwoningen. Schitterende plek voor een hele hoop gezinnen die daar met veel plezier hun kunnen gaan wonen. We zijn hier bij het laatste project, Mariekroon, waar ook weer veel nieuwbouw gepleegd wordt. En dankzij al die nieuwbouw kunnen we ervoor zorgen dat alle Tilburgers kunnen wonen hoe en waar ze willen. Zodat we allemaal gezond en gelukkig kunnen zijn en blijven in Tilburg. En dat laat overigens ook zien dat Tilburgers of dat mensen ook graag in Tilburg willen wonen. En dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf. De VVD vindt het daarom belangrijk dat wij koploper blijven in Brabant als het gaat om bouwen, bouwen, bouwen.